Ik ben Tiemen Westeraan. 9 jaar werk ik nu voor Compassion. Het was op het eiland Cebu. Prachtige omgeving ergens. Dus je kent de stranden en dat soort dingen van de plaatjes. Echt paradijs. Maar in dat paradijs heb ik ook wel iets van de hel gezien. Maar het begon eigenlijk al de eerste dag dat projectmedewerkers daar vertellen dat de armoede daar zo extreem is. Dat mensen alles aangrijpen om te overleven. Daar vertelden medewerkers dat meisjes vanaf een jaar of 11, 12 zichzelf verkochten. En dat was voor een broodje, voor een colaatje. En dan gingen ze voor de webcam staan. Of dan deden ze dingen die van hen gevraagd werden. Op een gegeven moment spraken ze over de carton girls. Dat zijn meisjes die zich langs de kant van de weg verkopen voor dat wat ze ervoor krijgen. Er is geen geld voor een kamertje. Ze kunnen thuis niet dat werk doen. Er is een stukje karton langs de kant van de weg. En met regelmaat raken ze zwanger, want geld voor voetbalmiddelen enzovoort is er niet. Er stroomt hier een rivier door de Sloppenwijk. Als een meisje moet bevallen, dan gaat ze een poosje iets verderop. En dan bevalt ze daar en laat je het kindje achter in de rivier. En dan gaat ze zelf weer terug naar de plek waar ze zit. Hoeveel kinderen leven er in zo'n situatie? En zij zeggen eigenlijk zonder aandring, 70-80%. Dus dat is alsof ik een linkse kreeg, joh. Gewoon echt van, wat? En het is op dit moment. Nou, dit zijn kinderen van de ouders. Dit zijn kinderen van de Allerhoogste. Hoe ver moeten we gaan? Beantwoord hem zelf. Even tot het uiterste.